Ik ben Kokkie Hogeveen. En ik ben Yvonne Bontekoning. Wij zijn van Voetentraining en in deze video gaan we je vertellen wanneer je het beste de teenspreiders kunt aanschaffen of wanneer het beste de correcto's. Teenspreiders en correcto's die doen precies hetzelfde. Yvonne die gaat de correcto's even aanbrengen. En wat ze beide doen is de ruimte tussen de middenvoetsbeentjes weer optimaal maken. Ze zorgen ervoor dat de teen en het middenvoet mooi uitgelijnd zijn. En het derde is dat de tenen door de teenspreider of correcto's goed gespreid worden. Wat ook goed is voor de voet zelf. Nou, als we nu naar de goedkopere variant kijken, dat zijn die teenspreiders. Wanneer kan je deze nu weer gaan aanschaffen? Dat is bij metatarsalgie. En metatarsalgie is die pijn in die voorvoet. Wat die teenspreider doet, is eigenlijk het corrigeren of het helpen corrigeren van de stand van het gewricht tussen middenvoet en de teen, waardoor je direct een verlichting krijgt van de pijn onder de voorvoet. En je kan hem goed gebruiken bij morton. En morton is die beknelde zenuw in die voorvoet. Die ruimte tussen die middenvoetsbeentjes wordt immers groter en daardoor komt er ook meer ruimte en voor die zenuw. Dus dat geeft ook een directe pijnverlichting. Yvonne, de correcto's en de teenspreider. Ja. Bij een hallux valgus, een scheve grote teen, of bij klauw- en hamertenen, heb je de keuze tussen teenspreider of de correcto's. En ik ga uitleggen wanneer je het beste in één kan doen en wanneer het beste in het andere. Ik begin even met klauw- en hamertenen. Als je een klauw- of hamerteen hebt en je kunt zelf met spierkracht je teen nog strekken, dan kun je de teenspreider nemen. Hetzelfde geldt als je de klauw- en hamerteen gewoon met je vinger helemaal recht kan zetten en dat je hem volledig recht hebt. Dan is de druk van de bovenkant van de teenspreider op je teen van deze zachtere teenspreider, die is voldoende. Heb je een klauw- en hamerteen die je niet meer met de hand kunt strekken, niet helemaal of helemaal niet meer, dan raden we de correcto's aan. Die zijn harder aan de bovenkant, geven daarmee meer druk, waardoor die een groter effect heeft om toch die teen te gaan strekken. Uiteraard in combinatie met de oefeningen in de online training. Dan bij de scheve grote teen. Die komt in verschillende gradaties. B, C, D of E. Voor categorie B en C volstaat de teenspreider. Het stukje wat tussen de eerste en tweede teen komt is groot genoeg om druk te geven om de teen weer recht te zetten. Heb je een categorie D of E, dus de sterkere variant, dan heb je meer druk nodig hiertussen. En bij de correcto begint die met deze breedte, maar hier is een uitsparing en dan kun je iets instoppen. En op die manier kun je zorgen dat er steeds meer tegendruk komt om de teen recht te gaan zetten. Wat ook vaak zo is bij die categorie DE, dat het in combinatie is met klauw- en hamertenen. En dan is ook die correcto weer handig, omdat die dan meer druk ook geven op de tenen om die ook weer te strekken. Ja, dus op die manier kun je kiezen. Kokkie, jij gaat nog even vertellen voor- en nadelen. Ja, ik denk dat dat belangrijk is, want wat zijn nu de voordelen van die teenspreider? Wat voor heel veel mensen prettig is, is dat het zacht materiaal is. Dat loopt gewoon prettiger. Deze past bijna bij iedereen. Wat een nadeel is, is dat hij snel viezig wordt. Maar ook omdat het zachte materiaal is, gaat hij ook weer sneller kapot dan die. Dan ben ik nog één voordeel vergeten. Deze is goedkoper dan die. Ja, nou, nadeel van deze is dat die duurder is. Maar het voordeel dan is ook wel weer veel duurzamer, het materiaal is veel steviger, het wordt niet vies, het is met schoonmaken is hij ook echt weer schoon als nieuw. Hij komt in 4 maten en is op heel veel manieren aan te passen aan je voet. En voor dat aanpassen hebben we een aparte video. En daardoor is hij dus makkelijker voor links en rechts ook aan te passen aan je voet. Nou, ik hoop dat het zo duidelijk is en dat we je met deze video hebben geholpen in het maken van de keuze. Veel succes met alles wat je gaat doen in de trainingen.